gaan zo meteen gaan we 3.1, de hinderlaag, gaan we filmen. Dus daar zijn we de hele middag mee bezig. Het is super warm. We gaan zo flink koken buiten. En ik heb wel mijn taart gemaakt. Ik ben aan het omkleden van nerd. Maar het is heel warm. En ik mag... Waar ben beller? Ik mag dit ding aan gaan trekken. Nee, wij vermommen ons als nerd. Oh, zo. Om Mia's in de val te lokken. Uiteindelijk lopen we zelf in die val. Cut. Go, go, Limberg, Vinja's. Actie. Hop, hop. Ja? We gaan straks naar het Akaza-hok. En als je dan veel langer met die kamer rondloopt, dan binden we jou daar vast in plaats van Daphne. Gewoon, we hebben touw mee, dus het is heel plezierig dat je straks gewoon vastgebonden wordt en niet meer vrijkomt. Nee, het idee is dat we daar Daphne gaan vastbinden. En Bart. Ja, en Bart. Oh, ik ook nog. Wacht, hadden we dat idee niet afgeknald? Ja, volgens mij wel. We hadden iets met kleding. Ik zat al te denken om een schoonmaker erachter te gaan vegen of zo. En we gaan zo'n ochtend. En het is hier koud en heel groot. Akaza Cave. Scène 2.4. En een deel van de final battle. Daphne wordt gered. Heel stoer. Maar we zoeken nu een plek waar de heroes kunnen ontsnappen, of in ieder geval kunnen weggaan naar de final battle. En we dachten die trap daar, maar hij is wel een beetje gevaarlijk. Wij hebben geen kat, omdat mijn kat zeg maar een beetje... drie keer rond. Als ik aan wil, dan wil de kat B. Ja, dan wordt hij wel kort. Thuis wil hij al helemaal. We waren nummer 2 vandaag tijdens het filmen. Oh, en het leger komt ook nog een keer langs. Actie! Een samenvatting van de situatie. We staan hier met 10 mannen in de Universiteit Twente. Hebben een vrouw aan een paal gebonden in een kelder. Ja. Wat doen we ook al? Ja. Hey, zullen we hier nou... Kom doorgaan. Nou, dat is zeg maar het dansje van Daphne. De laatste dag. Dinsdag 12 juli. We hebben 7 à 8 scènes geschoten. Hartstikke goed. We zijn mooi binnen de tijd gebleven en dat was verbazend. Een goede samenwerking, een goede voorbereiding. Dus topfilm.